De samenwerkende organisaties Paramaribo Noord, SON, houden zondag een grote Diwali-manifestatie aan de Commissaris Roblesweg te Blauwgrond. Er zal onder meer een optocht met verschillende thema's door de straten van Paramaribo gehouden worden. Volgens de voorzitter van SON, Lando Ramdien, zijn er verschillende organisaties die jaarlijks een kleine activiteit organiseren. Helaas komt de viering dan niet zo goed tot uiting, zegt hij. Ramdien hoopt dat met de bundeling en gezamenlijke viering van Diwali het feest beter tot zijn recht komt. Het is een optocht die wij hebben van ongeveer 22 kilometer. Lopers zijn ook uitgenodigd, maar alleen hebben we voor de lopers een kortere afstand. En dat is dat de lopers bij Kuldeep Singh aan de Annamoestraat kunnen verzamelen. En dan daar aansluiten, dan hebben ze misschien dan 2 kilometer te lopen. We hebben voor de lopers speciaal uit Amerika laten halen de LED sticks, lampen. En natuurlijk tegen een heel kleine vergoeding kunnen ze eigenaar worden van zo'n LED stick. En daarmee kunnen ze lopen. De avond zelf gaan we dus dan inluiden met een religieus gebed, zoals het altijd hoort. En dan heb je zang, dans en muziek daaraan gekoppeld. Tijdens de Diwali-optocht zal er gelopen worden vanuit Paramaribo Noord naar het centrum, vervolgens naar de Lajmonstraat, Lalaroekweg en via de Annamoestraat terug naar het startpunt aan de Roblesweg. Bij het plein van Kuldeep Singh aan de Annamoestraat kunnen lopers zich aansluiten bij de stoet, zegt Ramdien. Onze doel is om de eenheid onder de organisaties te bevorderen. En het meest belangrijke is, daardoor krijg je dus dan ook vrede en rust. De SSDP die heeft het regelmatig gedaan, ja? Maar wij hebben gedacht van omdat alleen maar SSDP dat deed, om dan de groep eigenlijk grote organisatie groter te maken, waardoor meerdere andere tempels en organisaties aansluiten om iets groots te doen. Tot zover Lando Ramdien, voorzitter van de samenwerkende organisaties Paramaribo Noord, SON. Zij houden zondag een grote Diwali-manifestatie aan de Commissaris Roblesweg te Blauwgrond. De SON bestaat uit 10 culturele organisaties.